Rij, dieseltrein, rij met mij terug naar Holland. Daar ben ik gelukkig en vrij. Weg met het prikkeldraad, een beter leven staat voor mij. Rij, dieseltrein, rij, dieseltrein, rij. In dit krijgsgevangenkamp zaten 20.000 militairen gevangen, waaronder 2500 Nederlanders. Totaal hebben 10.000 Nederlanders tijdelijk of voor lange tijd hier gezeten. In 1940 na de capitulatie zaten de kazernes in Nederland vol met dienstplichtige militairen. Deze groep werd na korte tijd door de bezetter naar huis gestuurd. De meesten pakten hun leven weer op en keerden terug naar hun baas en familie. Maar daar kwam in 1943 een abrupt einde aan. 2 jaar geleden sla ik voor het eerst het boek Prikkeldraad open, dat geschreven is door mijn vader Bob Entrop en Joop Mulder over hun tijd in het krijgsgevangenkamp Mühlberg. Ik wist van het bestaan van het boek Prikkeldraad, maar had het vreemd genoeg nooit gelezen. Ik ontdekte toen pas hoe mijn vader van 1943 tot 1945 in krijgsgevangenschap heeft moeten doorbrengen. Mijn vader is 23 jaar geleden overleden en heeft er nooit over gesproken. Het boek is in 1946, het jaar van mijn geboorte, uitgegeven in een land waar deze groep krijgsgevangenen op z'n zachtst gezegd slecht is ontvangen. Zelf zwegen zij als het graf en er werd nauwelijks over de tijd in de kampen gesproken. Maar waarom? Wat had deze groep van ruim 10.000 militairen fout gedaan? En waarom werden zij in 1945 niet met gejuich binnengehaald? Ik probeer me voor te stellen hoe 65 jaar geleden door deze hoofdstraat meer dan 20.000 gevangenen hebben gelopen. Mijn voetsporen nu passen in die van mijn vader. Waar gingen zijn gedachten naar uit? Hoe heeft hij die tijd overleefd? Is hij bang geweest? We weten nu dat de oorlog in 1945 afgelopen was. Maar in 1943 wisten zij niet hoe lang het zou gaan duren. Ze leefden dag bij dag in onzekerheid met de dingen die gingen komen. Ik ontdekte op mijn zoektocht dat de weinige mensen die nog in leven zijn eigenlijk niet wilden praten. Gelukkig heb ik toch nog 6 mensen kunnen vinden die bereid waren voor het eerst het verhaal te vertellen. Ten gevolge van de op 29 april 1943 in de Dagbladpers gepubliceerde bekendmaking van de Weermachtsbevelhebber in de Nederlanden betreffende terugvoering in krijgsgevangenschap van de voormalige Nederlandse Weermacht worden bij deze voor aanmelding opgeroepen. Wie geen gevolg geeft aan de oproeping van de Weermachtsbevelhebberin der Nederlanden of zich op andere wijze aan de terugvoering in krijgsgevangenschap tracht te onttrekken, moet rekenen op de strengste maatregelen. In de bevel wat je kreeg, daar stond natuurlijk in. Als jij niet ging, dan werden er andere maatregelen genomen. Dan gingen je broer of je zusje of je tante of weet ik wat, of iedereen. Maar er werden andere mensen werden dan daardoor kwalijk genomen dat ik niet kwam. Ook de mensen die me eventueel tegengehouden zouden hebben. En wat moet ik dan? Vertel u maar wat ik dan moet. Wat moet ik dan? Andere mensen onderdagen kent dan niet? Dan zeggen overal raciën zouden. Nou. En dan word ik ook gepakt en dan word ik ook in de haast ontwerken, of niet dan? En in 43, toen kreeg ik ineens, hebben ze nog geprobeerd het bedrijf waar ik werkte, van mij een adres als onduiker te vinden. Maar dat is niet gelukt. Ah, maar Jan, waarom ben je niet ondergedoken? Zo simpel is dat, maar het was helemaal niet simpel. Want wie dan iemand op die zich moest melden voor de Duitsers als onderduiker.
In de eerste plaats stond er een zeer zware straf op voor degene die onderduiker hielp. In de tweede plaats deden de meesten, voor zover ik het weet, alleen maar om geld te verdienen. Ik ken dus iemand van na de oorlog die me dat verteld heeft. Die man die moest 25 gulden in de week betalen, was hij ondergedoken bij een groenteboer. Ik heb altijd gedacht, veronderstel nou eens dat ik dat wel gedaan had. En een van mijn broers die was opgepakt of wat ook. En die was niet meer teruggekomen uit de oorlog. Dat had ik ook mijn leven lang niet kunnen vergeven. En ik kon ook niet anders, want mijn vader zat in de gevangenis. En die moest vrij. Dus die hebben ze laten vrij. En toen ben ik meegegaan als kreesgevangene. Ik werd ineens gepakt, handen omhoog. En er werd mij een ausweis gevraagd. En ik had een namaak ausweis van het verzet, hadden ze gemaakt, hè. En hebben ze dingen gezien. En toen dachten ze, ja, dat is niet echt. U bent gearresteerd. En toen kwam het afscheid en het wegbrengen. Dick, dat was mijn meisje. Jaan en Isaac, na zenuwachtig huilen van weerskanten, moesten we toch elk een andere kant uit. Mijn moeder huilde en mijn vader is altijd flink. En mijn verloofde heeft nog wat gehuild. En ook toen ik denk ook dat ze thuis gehuild had toen ik weg was. Dag moeder, dag vader, we zullen dat wel zien, hè? Nou, en dan ga je dan naar de spoor toe en je koffertje erin en dan ga je. Een koffer had ik bij me. Een koffer met mijn kleding, ondergoed, scheergerij en noem maar op. Dat wat je dan... En zelfs nog wat eten, want je wist niet... Wat gaat er gebeuren? Er werd natuurlijk zelfs gezegd dat je je zonnige pak mee moest nemen. En je moest je dekens meenemen. En je moest je kussen meenemen. En je moest je goede pak meenemen. En je moest een werkpak meenemen. Ik liet het beste thuis hangen. Daar heb ik mee geboft. En ik had twee goede kostuums. Maar ik heb het oudste wat ik had aangetrokken. En daar heb ik weer van geprofiteerd. Dus toen ik in 1945 terugkwam. Want er hingen mijn goede kostuums er nog. Dan kom je aan in het opvangkamp Amersfoort. Je kreeg daar goed te eten. Daar zorgde het Nederlandse Rode Kruis voor. En er waren een paar dames. Die waren zeer actief. En dat werd getolereerd door de Duitsers. Op een gegeven moment moest je met z'n honderden naast elkaar staan. En dan zeiden ze bukken. Dan moesten we allemaal naast elkaar, ieder lucifertje en ieder sigaretje en alle dingen oprapen, allemaal in een potje doen. En ze, dus dat waren allemaal idiote dingen wat je nooit gewend was natuurlijk. Je dacht, en dan ging het allemaal als grote jongens of grote mannen, hoe je het bekijken wil. Dat deed je toch allemaal maar en er was geen commentaar. Je bukte, je raapte op, je ging. En als je het niet deed, dan kreeg je klappen en een karabijn tegen je kont. Dus je werd wel klein gehouden. Reeds de eerste dagen in krijgsgevangenschap, tijdens het verblijf in Amersfoort, werden al enige krabbels voor het boek gemaakt. Niet veel en niet goed, want er waren op dat moment nog veel andere dingen die je gedachten in beslag namen. Snel aantreden, marcheren en marcheren. En toen kwamen we buiten op een plaats en dan moesten we met de schop gaan werken. En toen dacht ik, oh wee, dan gaan ze loopgraven maken. En dan ben je Nederlands militair. En toen heb ik gedacht, als ik nou principieel wil blijven en ik wil een klein beetje Nederlander zijn, die een beetje de vaderlandsliefde bezit voor koningin naar vaderland, dan doe ik dat niet. Dan ga ik niet werken voor die Duitsers. En ik had net de schop neergezet. En toen ging ik naar de Duitse veldwebber toe. Met een militair. En toen heb ik die schop daar neergezet. En toen zei ik op zijn Duits... Ik mag geen arbeid voor die Duitse Wehrmacht. Op een bepaalde dag was het verzamelen geblazen. En er stonden ergens in Amersfoort de wagons klaar. En wij werden in die goederenwagons gepropt. En er stond nog een ton klaar. En er zaten zo'n 50, weet ik hoeveel van die mensen zaten erin in opgeslagen. Je stond... De deuren worden dichtgeschoven en van een groot hangslot voorzien. De locomotief gilt en met een schok zet de trein zich in beweging. En om 9:00 ging die trein rijden onder het gezang van het Wilhelmus. En overal kwamen we de mensen uit de huizen vliegen om ons gedachten zwaaien.
er was een raampje. En dan keek iedereen op zijn beurt. Waar zijn we, werd er dan geroepen. Waar zijn we ongeveer? Er waren ook Hollanders die uit die wagon, toen het van Amersfoort, weg werden gevoerd. Die uit die wagon nog wat brieven ze naar buiten gooiden. In de hoop dat ze op de goede plaats terug zouden komen. En dan stonden ze op elkaar te wachten als ze naar het toilet moesten natuurlijk. En het gekke is, dan moet iedereen. En het ergste van alles was dat ik de volgende dag mijn plas niet kwijt kon raken. Wat eigenlijk op een ton in een hoek moest gebeuren. Maar ik kreeg het niet voor elkaar met al die jongens om me heen. Oh, wat was ik blij dat om 1:12 de lijn stopte in Mukenburg, waar de deuren een poosje open gingen en we een kuch met leverpastei kregen. Naast de trein stonden overal soldaten met karabijn in de aanslag om vluchten te voorkomen. En toch had ik het lef om eruit te stappen en onder de trein te gaan zitten om op plas te doen. Wat wonderbaar lukte, maar gelijk stond er een soldaat naast me met zijn karabaan tegen mijn achterwerk aan te slaan. Maar ik bleef doorplassen, net zolang tot ik klaar was. En hij bleef slaan, net zolang tot ik klaar was. En toen moesten we de trein weer in, gauw klaar. Maar ik was bij plas kwijt, dus dat was een vreselijke opluchting. Na een lange, vermoeide reis kwamen we aan in Altekrabau, in Stalag 11A. Wat ligt tussen Berlijn en Magdeburg. We liepen op straat naar het kamp toe en toen gooiden mensen water op straat en dat dronken wij op. Want de mensen gooiden het met moedwil op straat. Ze deden of ze de ramen wasten, maar ze gooiden de emmers leeg. En dan gingen wij dat opdrinken omdat er geen water was. Ons hoofd werd kaal geschoren. En alle haarafdelingen die werden ingesmeerd met een kwast. Of het ontsmetting was, dat weet ik niet. Of tegen luis zal het wel geweest zijn. En dat gebeurde dan. Maar hoe voel je je dan als er zo met je omgegaan Heel erg. Dan voelde je erg vernederd, om zo te zeggen. Aus, mijn lieve, aus. Je had je alles uit, dan zat je blote janus eruit. En dan werd je gewoon zo die luizenbrok in gejaagd. Nou, jij wist ook niet wat daar gebeurde natuurlijk. Dus er gingen dan je kleren en die werden dan gelijk ontluist. Ja, je wordt gekleineerd. Je wordt op alle mogelijke manieren gekleineerd. En dat is eigenlijk al die tijd dat je in Duitsland was wel zo gebeurd. Toen kregen we een uniform aan met een groot kruis erop. Hè. Een driehoek. Gevangenen stond erin. Zo'n driehoek. Werd op je rug geschilderd. Een grote stelling met drie lagen boven elkaar is je slaapplaats. De stelling is verdeeld in vakken. Elk nauwelijks 1,50 meter breed. Dit is de slaapplaats voor 5 volwassen mannen, dus nog geen 30 centimeter per persoon om te liggen. Dat was zo dik, allemaal papier, en daar moest je dan op slapen. Maar ja, je kon niet op je rug slapen. Dat was allemaal links leggen of allemaal rechts leggen. Heb je? Dat waren geen bedden. Links leggen of rechts leggen. En als we dat om wilde draaien, dan was het 1, 2, 3. Allemaal tegelijk op de andere zij. Zo ging dat. De latrines blijken niet berekend op zo'n groot aantal mensen. Ze gaan overlopen. Klachten bij de kampleiding hebben weinig of geen succes. Zo gaat het door, 6 weken lang. Behandeld als vee. Hier leerde ik ook mijn lotgenoot, redactiecollega en vriend Joop Mulder kennen. En we mogen gerust zeggen dat op weg naar de ontluizing, waar we gingen banen, tijdens het wachten voor het hek, de eerste grondslag werd gelegd voor het gedenkboek Prikkeldraad. En dat eten, dat kregen we 14 dagen, 3 weken, niks anders, enkel te zuurkool en zure bommen. Als ik nou nog zuurkool zie, dan geven we 100 gulden. Geen hap, maar ook geen ene hap. Ik lustte het ook absoluut niet en ik kon het ook niet. We konden het onmogelijk door mijn kegel liggen, maar er waren liefhebbers genoeg die als aasgieren om je pannetje liepen te dansen. Want er waren jongens die best zuurkool lusten, maar ik vond het ook zo. Ik vond het afschuwelijk. Russen die kookten en dan kreeg je, ja, je had zelf een pannetje bij je. En dan kreeg je zo'n schep en zo'n stukje brood. Nou, daar moest je de hele dag mee doen. Maar je had toch wat voor jezelf bij, maar dat,
Dat was gauw op natuurlijk. Alleen in mijn koffer had ik nog wat, maar daar kon ik niet bij, want die hadden ze afgenomen. Dat was soep. Dat was geen soep, dat was van de gaten van de vis. Er zat helemaal niks in van vis. Dat was gaten. Dat werd afgetrokken net een soort bouillon. En dan moest je er maar op leven. Dan kregen we een brief om naar huis te schrijven. Je schreef er altijd enkel maar leuke dingen op, want je doorstaat niks anders te schrijven. Want de eerste, de beste dag dat we er waren, kwam die veldwebel. En die zegt, ik wil die en die hier hebben. Dus er was een jongen die werd geroepen. Hij zegt, en jij hebt op je kaart geschreven dat je hier zo'n hele fijne veldmeubel hebt. Veldmeubel hebt. Die wel, als er wat nodig is, een paar goede kaakslagen uit kan slaan. En kom jij maar eens eventjes hier, want zulke dingen daar houden wij hier helemaal niet van. Dus toen stonden we er met honderden man omheen en die geeft die gozer toch een klap tegen zijn kaak. Die vliegt door de grond heen. Opstappen weer, kom op, huppatee, nog eentje en later nog een, tot drie keer toe. En het allergekste ervan vind ik nou nog steeds dat we met honderden mensen eromheen stonden en niets deden. En dat had je ook met de appel in Antecabo. Dan liep er een commandant met een paar plissehonden. En nou ja, de mensen die konden, die hadden geen weerstand meer door het eten. Door de zon, en dan ging ze daar weer heen en daar weer heen. Nou, dan maar leggen. Dan zie je wat er van terecht komt. Dat begrijp je niet. Dat begrijp ik niet. Dat begrijp ik ook niet waarom ik die schop kreeg en die stomp in mijn gezicht. Dat begrijp je gewoon niet. Waarom doet men zoiets? Het enige wat je doet is natuurlijk met je kameraads die er nog zijn, ja, enkel praten over eten en over je meisje en over thuis. En verder eigenlijk niks. De andere onderwerpen waren er bijna niet. Je hoorde, je had geen radio, je wist nooit wat er in de wereld gebeurde. Je hoorde nergens wat van. Er werd toch nog wel eens een enkele keer gelachen. Wat een toestand, hè? Daar laten we er maar om lachen, riep er dan een. Ja, uiteindelijk is het dan het beste natuurlijk. Overal zitten twee kanten aan en ik pak de goeie, pak jij dan die slechte maar. Dus aan die slechte kant zit altijd nog een goeie. En dat probeer ik dan te pikken. Vroeg in de morgen worden we al opgesteld en begint te tellen. Om 11 uur begint de mars naar het station. Een afstand van nauwelijks 700 meter. Toch neemt het meer dan een half uur in beslag om deze afstand af te leggen. Iedere 100 meter moet er gerust worden. We zijn te afgemat, te zwak om de koffers, die toch al wat lichter zijn dan toen we kwamen, over zo'n afstand te sjouwen. De deuren worden vergrendeld, de luiken met prikkeldraad, de vloer smerig, geen ruimte om te zitten. Zo begint de nieuwe reis. Laten we zeggen dat we 's middags om 4 uur vertrokken. En maar dan ging je 's nachts gewoon door. En je stond op een gegeven moment, stond je weer op een appel en cement, stond je stil. Want waarom? Omdat er andere treinen moesten rijden, of weet ik wat. Stonden ze een uur, 2 uur, 4 uur, 6 uur, stonden we stil. En dan ging je op een gegeven moment weer rijden. En al die tijd stond je stil en dacht je, wat er nou toch gaat gebeuren, mag Joost weten. En waar we naartoe gaan, weet jij veel. Dus die tijden, dat ging allemaal door elkaar. Dus als je middags om 4 uur wegging, dan kon het erbij omdat je 2 dagen later pas in een ander kamp kwam. Op een gegeven moment had de Nederlander zich niet goed gedragen van die gevangenen. Die moest naar buiten, de trein stond stil. En toen hebben ze vallen opstaan. Dat heb ik allemaal gezien. Die hebben ze afgebeuld tot en met. Zo gingen die Duitsers te werken. Na een lange reis vol onzekerheden komen we vroeg in de ochtend aan. De deuren gaan open. Iedereen wordt uit de wagons geschopt en getrapt door de leden van het herrenvolk. Een stoet van vele honderden Nederlandse mannen sleept zich voort. Een uur lang, zonder veel rust. Rijkhalsend kijken we uit naar het eindpunt van de tocht. En als de barakken in zicht komen, gaat een zucht van verlichting door de rijen. Helaas is het nog niet zover. De weg voert langs het kamp en samen met de draadversperring slingert hij ze nog ver achter Ginse Heuvel. En dat duurde uren, want dan moest je lopen helemaal van dat samen wat ze daar hadden naar dat kamp toe. En toen kwamen we bij dat kamp. Nou, ik zeg, er was al een rotgezicht. Er ging die Russische jongens. Iedereen schrok. Dacht, jongens, was het uitkijker geblazen. Dat was een heel groot kamp waar veel Russische krijgsgevangenen zaten. Die werden apart gehouden. Die zaten weer in het kamp. In het kamp waren veel Polen. Die werden ook apart gehouden. Dat was de gemene politiek van de Duitsers.
werden we weer verzameld op die grote plaats. En dan was er één of zo, die had zeker wat gezegd. En die moest opstaan, vallen. Opstaan, vallen. En dan was het tegen elkaar mond houden. Niet lachen, denk Tom. Zo ging dat, hè. En dan stond je ineens voor de man met een emmer voor zich waarin een grote kwast zat. En als ik alles geweten had, had ik die man wat gedaan en zou ik het nog graag doen. In die emmer zat de vloeistof waarmee jij ons met die kwast niet zo zacht in de geest smeerde, onder onze armen en onder en om je geslachtdelen. En dan kon je doorlopen naar de droogkamer waar al onze voorgangers stonden te kreunen met hun hele zaak in hun handen. Je zit er gewoon als dieren. Je zit hier gewoon als dieren. Dan word je kop kaal geknipt. Je kon je eigen, je kon je beste kameraad niet meer. Je zat je blote kop en helemaal bloot. Na een aantal dagen werden er arbeidscommando's gevormd die in de omgeving op het land, in fabrieken of stations moesten werken om aan het eind van de dag weer terug te keren naar het kamp. Kom ik daar in dat kamp, de eerste twee dagen, appel. En potverdikker, ik heb er al die namen opgeroepen. En ik denk, dan moet ik toch weer gaan werken. Daar heb ik geen meer zin in. Ik heb in Amersfoort geweigerd en dan zou ik hier beginnen met... Ja, dus principieel denk ik, als ik nou voor die moffen ga werken, dan komt er een vent vrij voor het front, een Duitser vrij voor het front. Dus alles saboteren en niet willen werken. Nou, dat was mijn motief. En toen kwam op de barak, daar komt op een gegeven moment een plakkaat te staan. En op dat plakkaat, daar stond... Jeder die unfähig ziet zu arbeiten... Iedereen die ongeschikt is of invalide... kan zich laten keuren door de Duitse staparts. En toen denk ik, potverdomme, dat is het. En de ene dag moet je daar werken of daar. Dan tref je het, maar je bent ook daar gewend. Dat is een verschrikking. Als je ze maar gewoon met bilsen moet lossen... dan geef ik het moest nog zijn. Dat weet je ook wel, die bilsen van die dingen... He? En dan ging je niet hard genoeg, dan stond er een topman aan en dan kreeg je een kleun. Dan werkte hij niet hard genoeg. Dan deed me niks terug, want dan was jij normaal. He? Die mensen hadden zoveel bevoegdheid, dat je nergens was. Van is maar aantreden. Van is maar aantreden. En ik kom daar. Ik had een pak aan, wat de meesten niet hadden, met achterkriesgevangenen erop. En ik herinner me dat ik een paar klompen aan had. Maar ik deed heel ongelukkig wel... Ik deed niet van manhaftig, van hoe kom ik gezonde kerel aan. Wat hebben ze dan? Ik zeg, ik heb zoveel sport in Holland gemaakt. Dat is ja, iets aan het hart zogenaamd. Hè. Nou, de spanning, die werkt ook mee. En dat hart sloeg wel over. Ik werd invalide verklaard, totaal ongeschikt. Nooit de behoefte gehad om te vluchten? Nee. Dat stonden overal, bij de bruggen, stonden overal schildwachten. Weet je wel? He? Ook vrijwilligers. Weet je wel? Dus bij bruggen, in een dorp waar je was, kom je niet daarheen. Buiten de fabriek om kwamen er allemaal treinen. Dan gingen die treinen, dan gingen die kleppen, die gingen allemaal de hoogte in. Dus zo was het, zo moet ik het eigenlijk vertellen. Zo, dit was de trein en die kleppen. En dan kregen wij allemaal een hele grote haken. En dan moesten we die hier... En daar moesten we dat allemaal schoonmaken. En als je daar een klap op gaf, als je hier een klap op gaf, klodderden hier al die klodders bovenop je kop. Je had alles zat onder de blubber. Alles was blubber. Waar je stond, je stond tot zilver in de blubber. En als je niet wilde, dan werd je erin geslagen. Want ze sloegen je erin. Of je wilde of niet, dat interesseerde niet. Erin, huppatee. En een haak en meelopen. Nou... Dan stond je daar, huppatee, en dan gaf je daar op een gegeven moment te klappen. Of je deed heel voorzichtig, dat je een haakje zo er langs had. Maar het maakte allemaal niks uit. Dat was allemaal blubber, nog eens blubber. En waar je met je hand aan kwam, dat was ook blubber. Hier was blubber, en daar was blubber, en ginder was blubber, en alles was blubber. En dan zat je tot 's avonds 6 uur. Als je ergens met de trein werkt, hebben we ook gedaan. Dan werden we bekogeld door de Hitlerjeugd. Ze liepen stenen te gooien. En als de schildwacht niet optrad, dan gooiden ze je dood. Want dat was de Hitlerjeugd. Dat 14, 12, 13, 14 jaar. Ja, en dat is vreselijk, hoor. We hadden daar een pijp en daar zaten 12 gaatjes in. En dat was dat het water waar het uit kwam.
En dan liep je een beetje te rotzooien, maar je had geen kleren om je eigen te verschonen of te wassen of weet ik wat. Dus het eind van het rit was dat je ook weer buiten bleef. Of je sliep achter de latrine, of onder de latrine, of in de latrine, of achter de barak. Maar het was natuurlijk een verschrikkelijke toestand. Er waren echt nog wel moffen, weet je wel, die je bewaakte en dat ze echt mensen waren. Weet je wel, er waren ook bij schoonmeesters en dingen. Dat. En die zeiden, jongens, zus en zo, weet je wel. Dat was net zo goed als dat wij in een dorpje waren. En dat was weleens dorstig weer. Dan zeiden die jongens, je mocht niet in de kroeg staan natuurlijk, maar even achterom. Weet je wel, die had je ook nog. Eerlijk is eerlijk. En waar je mee naar bed ging, dat waren je kleren. En waar je mee naar het werk ging, waren ook je kleren. Altijd. Je verkleedde je eigen niet. S'avonds kwam je om 6 uur of 7 uur of 8 uur binnen. En dan je eten. En dan ging je naar bed. Even nog praten. Beetje ouwe hoeren, zeg maar. En dan ging je slapen. Want 's morgens moest je weer vroeg op. Hoe meer Nederlanders konden werken daar, hoe meer de mensen dat vond konden. En dat was mijn bezwaar, hè. Maar als je overdag dan in zo'n kamp zit... Niks. Alleen maar luieren en gewoon aan de tafel zitten. Ja, een beetje hangen. En elkaar verhalen vertellen over lekker eten. Dat was heel bijzonder. De lekkerste dingen noem je maar op. Je was altijd over eten aan het praten. Ja, dat was zo. Altijd over eten. Als ik jarig was, dan was ik thuis. Met mijn gedachten. Maar... En bij mijn ouders. En dat is heel erg. En dat duurde dan een paar dagen en dan was het weer... door je werk, wat je dan doen moest, was het weer gezakt. Een keer moesten we op het station van Leipzig werken. In de winter kwam er een hele... Nee, daar stopte stil een hele rij... goederenwagons met open dak. En daar stonden allemaal vrouwen in met gestreepte jurk en een kaalgeschoren hoofd. Die kwamen uit Ravensbrück. En op die dissels zaten dan stuk voor stuk allemaal SS'ers. Warm gekleed en met het geweer in de aanslag. Dat heeft hem bijzonder getroffen. Dan kreeg je middag koolrabi-soep met maaien erin. Dat zag er helemaal niet petitelijk uit. En dan maakten de meeste mensen er een pratje van. Dan gooiden ze dat sneeuwbrood erin en zo. Anderen die aten 's morgens het brood op. Maar die kregen koolrabi-soep. En of je daar nog een sneeuwbrood bij hebt, dat weet ik niet. Maar het was in ieder geval... Dat was eigenlijk het menu van de hele dag. Ik hoop jongens liever dat te bedelen. Voor eten. Dat ze bij iemand gingen staan als ze zat te eten en zo. Dat heb ik nooit gedaan. Ik vond dat vreselijk. He? En als je helemaal je maag of je lichaam daar al gewend is... dan ben je een hele hand, hoor. Dan kan je een hemp hebben. Je kan buiten eten, maar je kan niet buiten drinken. En dan stond ik de hele tijd, vergeet ik nooit... met die etensketel om een beetje... soep te krijgen, een beetje vocht te krijgen van de aardappelwater wat overblijft. Maar dan had ik maar met Russen nog ruzie om. Want die dronken zich daarvoor om de aardappelwater te hebben. Het kan van zijn dokter, ja. Want die dokter stond s'avonds een poesie te roepen, maar dat kon niet, want die hadden wij opgevreten. Ja. Dan zegt hij, er loopt een kat, jongens. Een Brabander liep er en hij zegt, wacht even, poes, hij haalt hem. Hij sneemt hem zo zijn nek af en hij maakt er een stuk vlees van. Ik heb ook nog een stukje geproefd. Ging wel. Maar hoe hij dat ding gebraden heeft met kaarsenvet, hoe is dat dan mogelijk? Dat weet ik zelf niet, hoe kan hij dat nog gebraden hebben? En die kwam mij een poot geven, en dat smaakt helemaal naar kaarsenvet, maar... Ik weet wel dat ik het gegeten heb. Ik geloof met z'n drieën. Niet meer. En die jongen had die kat... In het kamp had hij die jonge poes gezien gepakt. En kapot gemaakt, ja. Die vent stond in de avond weer te roepen naar die poes. Maar die kwam niet meer.
was een sjech en die wist aan sugrekjes te komen. Maar dan wilde hij een horloge hebben. Ja, dat is goed, maar dan krijg je die een onderpand als ik die weer terugkreeg. Nou, dat was ook nog waar. Of ik dat ooit gekregen heb, dat weet ik al niet meer. Maar ik heb in ieder geval mijn horloge ook gegeven. En ik kreeg op een gegeven moment, de volgende dag, kreeg ik 100 pakjes sucretjes. Dus ik had een echte zwart handel. Ik kwam s'avonds thuis met een pond meel. Toen weet ik wat, dat werd verdeeld tussen die mannen. En de ene dag had ik niks, en de andere dag had ik een pond. Ik had wel eens een kilo meel. Ik had nog één ding en dat bewaarde ik zorgvuldig. Dat was een visblikje met zalm of wat dan ook. Ik denk, als de nood aan de bank komt, dan eet ik dat op. Maar ik heb dat op een andere gelegenheid opgegeten. En dat was toen Italië capituleerde. En dat was al heel gauw. Italië capituleerde. En toen had ik 3 Rotterdamse jongens bij me. Ik zeg, het is niet veel. Ik heb het blikje naar voren gehaald. En hebben we met z'n vieren dat op zitten eten. Het was natuurlijk praktisch niks met z'n vieren. Maar dat was het idee. Ik was zo blij dat één alvast gecapituleerd was. Ik zeg, nou Duitsland toch. Maar dat heeft dan nog een paar jaar geduurd, helaas. Dat meel, dat werd natuurlijk een beetje water gedaan. Dat werd een soort paddenkoekje van gemaakt. Die kachel die werd gloeiend heet gestookt. Daar werden die paddenkoekjes van gemaakt. Iedereen die kreeg zijn paddenkoekjes. En dat werd allemaal de ene zet die kant tegen de kachel. Die aan die kant tegen de kachel. Die boven de kachel. Die daar naar de kachel. Dat werd allemaal zo zwart als een kring. Maar het werd schaar zogenaamd. En we hadden allemaal wat eten. Dat was iedere avond ons maaltijd. En dat ging bijna iedere avond zo maandenlang. Dus boven onze soep had ik dan de enige oplossing om bij ons nog wat eten binnen te krijgen, wat eigenlijk niet eten was, maar toch wel te eten was. Alles wat je ziet en wat gebruikbaar is, moet je wegjatten. Want alles jatten. Want dat kon niet anders. Als er wat te stelen was. Ik heb een keer gehad bij mijn baas. Die zegt, die verdamde Italianen hebben mijn brood geklauwd. Ik zeg, wat een schoft. Ik had het zelf gedaan. Dat zei je toch niet? Pik hem mee. Ik zat er hele dagen. Zat ik in de vuilnisbakken te zoeken naar aardappelschillen. Had ik een mesje. Zat ik daar aan de tafel. En dan zat ik die aardappelschillen af te krabbelen. Er waren erbij, die konden de handen niet thuis houden. Zal de honger geweest zijn. Er was er één, die rookte schijnbaar graag. En die had iets geruild met suiker en wat hij gestolen had. En die kreeg een bord, want ze hadden een soort gerecht opgemaakt. En die kreeg een bord, ik ben een dief. En dan moest hij mee rondlopen. Maar dan loop je toch voor kannibaal met het bord om je nek. Ik ben een dief. Tegenover de jongens die ook weinig te eten hebben. Dat gebeurde gewoon. Dat gerechtshofde waren Nederlanders? Ja, waren Nederlanders. Ja. Ook lui die zich moesten melden. Die hadden dat zelf zo opgericht. Het is een vies verhaal, maar ik heb onder de luizen gezeten. Maar het is typisch, en daar begrijp ik nog steeds niks van. Op een dag dat je ineens door omstandigheden goed te eten had, waren de luizen verdwenen. Heel vreemd. Het heeft iets met honger te maken, kennelijk. Want je had honger. Want ik weet wat honger is. Dat je duizelig bent als je loopt. Als je niks meer eet, hè, en je zit vol met luizen en vlooien en wandluizen. Dat was het eerste werk wat we deden, was alleen maar je dekens ontluizen. Wandluizen. Hè? Vlooien. Die had ik ook, hoor, bij me. Tijdens ons verblijf in het kamp krijgt het boek steeds meer vorm. In korte tijd hadden we al 300 bestellingen. We waren het er al snel over eens dat de eerste druk in Holland onder het genot van een borrel gevierd moest worden. Dat dit nog 3 jaar zou duren, konden we toen niet vermoeden. Door een raampje van mijn barak kijk ik uit op het grote sportveld, waar zelfs een soort zwembad is gegraven. Dat bleek door de Fransen gedaan te zijn, die er al langer zaten. Ik weet dat het er was en dan konden we gewoon gaan zwemmen. En natuurlijk, de meeste mensen vonden dat heerlijk. Dat hadden ze zelf gegraven. Wij niet, maar dat was gegraven toen wij al kwamen. Dus dat was een zwembad. Dus dat was hoera, 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 hoera. Ja, nou, het was natuurlijk wel leuk. Maar je kan de hele dag ook niet in je zwembad zitten natuurlijk.
Hele dagen dat je totaal niets, maar helemaal niets doet. Die dagen duurden het verschrikkelijk lang. En er is geen uitweg, je kan er niet uit, je kan niks en je stikt van de honger. Nou, wat vind je nog meer? En er was wel een barak. En daar kon je naartoe. Dat er iets van muziek was of wat dan ook. De Duitsers hadden dan ook een beetje ontspanning. En iets van toneel was er wel. Een gevangene die had een lied gemaakt. En dat was... Rij, dieseltrein, rij met mij. Terug naar Holland. Daar ben ik gelukkig en vrij. Weg met het prikkeldraad. Een beter leven staat voor mij. Rij, dieseltrein, rij, dieseltrein, rij. Maar er was ook een katholieke kerk en protestanten. En daar kon je naartoe. Net niet meer, en daar ben ik natuurlijk altijd heel trouw naartoe geweest, hè, als gelovige. Tot 11 uur, 12 uur, kaarten. Daar werd ik gek van, man. Dat ik dacht, maar als ik één ding, wat ik, dat wil ik nooit van mijn leven leren. Dus ik heb het ook nooit geleerd. Ik ken het ook niet ook. Ik ken het nou nog niet. En dat heb ik altijd al een klant gehad. Ja, niet voor de kaarten zelf, maar dat de hele dag te geschoten. Janus met die kaarten, joh. Ja, waarom hebben mensen ergens een hekel aan, hè? Na de appel was er een hele grote veld. En daar gingen we lopen in de ronde. Er werd af en toe nog gevoetbald. Dan ging je dan kijken, dan was er een voetbalwedstrijd. Ik vond het heel raar. In zo'n toestand waar je bent en waar je... Ja, er was er een bij die organiseerde dat. Die vond dat er moest wat gedaan worden. Want dat hele dag zo rondlopen en hangen, dat was ook niks. En je werd, terwijl je daar rondliep, liepen er ook Duitse soldaten met een geweer voor bewaking. En er waren nog, die deden een atletiek. En dat was voor mij vreemd. Dan dacht ik, nou, zo slecht eten en dat dan nog doen. Eén kant, knap. Elke week hadden we parade. Daar zijn de Duitsers gek op. Die kampcommandant, alle Hollanders moesten dan zoveel rijen gaan staan. En dan moest je langs die kampcommandant. En dan moest je hoofd links of hoofd rechts. Of salueerde. En dat gebeurde ook in het kamp. Maar die Duitsers zijn nu eenmaal zo. Ze zijn gek op uniformen en parades. Ik vond het... Waarvoor? We hadden iedere keer andere bewakers in. Dat is ook alweer zeker om vriendschap niet te maken. Er was er één bij, dat was een flikker, hoor. Die liep iedere dag te slaan en te klappen. Altijd. Dan was die wens zombie zeker. Ze kenden alles. Nee, maar was je in een barak. Dan was je 's morgens 5 uur op. En 5:30 dan ging je naar de trein toe. En dan ging je naar Leipzig toe. Onderweg dikker stoppen, want dan werd er gebombardeerd. Want ze hadden die stoom. Dan moest je stoppen, want er is een radiovliegtuig dat ook nog. En dan kom je eraan. Nou, we geven het te doen. Met allerlei bommen. Nou, hè? Dan hadden die moffen nog... Dat ze 7 gevangenen hadden, die moesten die bom uit de grond graven. Dat deed je geen gewone mensen. Want jij was toch afgeschreven. Ja, dank u wel. Ja, dat is oorlog. En dan s'avonds weer terug in de trein uit kamp. Terug met zoveel doden erbij. Dat was weer een bombardement geweest in Leipzig. Nou, dan ging je met 20, 30 man ging je minder naar huis. Dat deden ze wel netjes. Dat was de enige. Als je dood was, dan ging je keurig weg. Ik feliciteer mezelf als morgens ook nog levend, zeg Jan. Je bent er nog. En dat meen ik serieus. Je zei dat is een beetje grappig gezegd. Maar zei, Jan, je leeft nog, joh. Gefeliciteerd. Ja, want de kans was heel groot. Die bombardementen waren ook zo van de Amerikanen en de Engelsen. En we stonden te juichen, hoor. Dat ze gebombardeerd hadden. Maar dan had er maar één je eigen richting uitgemoeten, maar had niet overleefd.
Maar we juichten het wel toe als gevangenen. Er is geen wet, hè, van overleven. We gaan gewoon door totdat je erbij neervalt. En dat was niet waar. Wij vielen er niet meer. We bleven staan. Dat scheelt. Dat hadden we regelmatig begrafenissen. En dan mochten we dan ook mee, hoor. En dan ging de almoes en hier en de dominee of zo, die gingen ook mee. En die werden er allemaal nog weer op een nette manier begraven, eigenlijk. Ja, dat moet ik toegeven. Maar de rest, wat er allemaal mee gebeurde met alle burgers, joh, die werden ook allemaal vragen waar vrachtwagens geladen en huppatee, die zagen we niet meer, joh. Die werden er gewoon, zeg maar, gerust op gegooid. Dat was gewoon geen doen om dat allemaal netjes te behandelen. Dat kon gewoon niet. Maar hoe is dat om je vrienden kwijt te raken? Nou, ook, jemig, mensen, joh. Dan kan je de hele week wel om jonken. Dat is afschuwelijk. Dat is niet na te vertellen, eigenlijk. Het zijn allemaal vrienden, maar zijn die geen vrienden? We zijn allemaal vrienden. En dan werd die rotsen, die werd natuurlijk thuis weer opgezet. Die werden zo de rommel weer opgehaald uit de kampen, uit de kamers. En die werden weer, die zouden dan zogenaamd weer naar huis gestuurd worden. Dan weet ik wat. Ja, of het allemaal gebeurde, dat weten we allemaal niks van, hoor. Dat weten we allemaal helemaal geen woord van. Nee. Ja. Op zekere dag werden er twee fotografen en twee drukkers gevraagd om in een drukkerij in Tsjöbelitz te gaan werken. Deze kans hebben we met beide handen aangegrepen. Met 4 man vertrokken we bepakt en gezakt uit Mühlberg. Afgemat door maanden van slechte voeding, slecht gekleed en met een enkele brief van nieuws uit Holland in je portefeuille. Onze eerste reis door Duitsland in een personencoupé. Als kinderen zo blij zitten we bij de raampjes en genieten van het langslijdende landschap. Na deze bijzondere treinreis in een soort vrijheid komen we aan in Tsjöbelitz. Een plaatsje vlak tegen de Tsjechische grens aan. De trein stopt en we stappen uit. Een trap van meer dan 150 treden gaat zigzag tegen de berg op naar de straatweg die naar het dorp leidt. We torsen de bagage naar boven. In 1 ruk lukt het niet. Steeds moet er gerust worden. We trillen op onze benen van zwakte. Zou het nog ver lopen zijn? In Tsjöbelitz word ik als fotograaf te werk gesteld in de drukkerij van Kneepschen. Op de straatweg die nog steeds bergopwaarts gaat, worden we door een vrouw geholpen die haar kinderwagen ter onze beschikking stelt om er een paar koffers op te zetten. Duwend en zuchtend gaat het naar boven. Op dit rustige commando hebben we kunnen werken aan prikkeldraad. Alles stond ter onze diensten. Een fotoafdeling, binderij, drukkerij, papierzolder. Ja, zelfs hebben we een tijd lang de beschikking gehad over een schrijfmachine. Zondagsmorgens en vaak ook na het werk om 4 uur... trok ik met schildersmateriaal erop uit om in de omgeving mijn kunst te bedrijven. Op zekere nacht, om 3 uur of 4 uur, toen hoorden we ineens in de nacht een vent roepen. Hallo, hallo, de moffen zijn weg. Midden in de nacht. En toen dacht ik bij mezelf, ik heb al zo vaak van die dingen gehoord, het interesseert me niks. De moffen zijn vertrokken. Nog een keer. En ik bleef maar gewoon suffen en ik dacht, ja. Op een gegeven ogenblik keek ik over mijn... Ik sliep 4 hoog. En toen keek ik eventjes. En toen zei ik, verdomme, een Rus. Op een paardje. De Duitsers zijn weg, de Duitsers zijn weg, de Duitsers zijn weg.
Wij zeiden, nou, dat kan natuurlijk niet meer fijn. Dus daar stroomde heel dat kamp, dat stroomde natuurlijk leeg. En dat ging kijken, ja, we deden. Er was geen Duitser weer te vinden in het hele kamp. Die daar waren, we keken naar waar we waren. Er was geen Duitser, er was niemand meer te vinden. Heel alles was pletters. Er stond ineens de poort open, ja. Dan waren wij natuurlijk met z'n tweeën zo weg. Toen ben we gaan lopen en dan kwamen we aan de Elbe. En daar stonden de Russen en de Amerikanen. En dan hebben we zo met die boot naar de over gestoken. Want dan denken wij, die Russen willen we ook niet wezen, want dan blijven we misschien nooit meer terug. En toen heb ik tegen mijn vriend gezegd, joh, wat er nou gebeurt er. We pakken ons rugzakje en we gaan pleiters. En toen zijn we echt gelopen samen. En toen hebben we, ja, wat zullen we gelopen hebben? Misschien 3 weken. En toen kwamen we bij een dorp en daar stond een trein. En we zeiden, waar gaat die trein naartoe? Die gaat richting Holland. Daar zijn we tegengestapt. Dus we zaten weer in een wagon met ik weet niet hoeveel mensen. Ik werd geholpen, want ik kon bijna niet meer lopen. Ik was echt verzwakt. We hebben een hele reis gemaakt over Luxemburg terug. En overal waar we kwamen, daar waren Rode Kruis. En was stofmuziek. En dan werden we onthaald en geklapt. En we kregen alles en nog wat en verzorgd. En in Nederland werden we totaal niet onthaald. Er was niks. We werden meteen in Weert gestopt. In de kazerne. En in de kazerne moesten we de dag erop. Werden we ontluist weer. En Henk die was een kwartier in de tuin als ik. Dus mijn broer en mijn zusje die stonden hier al te wachten. Want die zei, hij zegt, die komt ook met een auto. En die stonden hier te wachten. Kom mijn eigen broer niet, ik wist niet wie het was. Maar hij zegt, ik ben Piet. Ik zeg, wat voor je nou is al naar huis gelopen. Nou, toen zijn we thuis gekomen. En toen hebben ze me weer op mijn blote kont gezet. En dan hebben ze al mijn kleren verbrand. Die er waren in het water van huis, omdat ze bang waren. Want ik zat natuurlijk ook onder de luizen en de vlooien en de rotzooi. En dat hebben ze allemaal verbrand. En daar hebben ze me weer een beetje opgeropt. En zo ben ik thuis gekomen en toen heb ik het gered. Niets wilden we achterlaten. Niets konden we achterlaten. Al de verzamelde gegevens, tekeningen, aquarellen, plakboeken, dagboeken, foto's, fotoplaten, vergrotingen, boeken, mappen met adressen, souvenirs. Alles wilden we mee naar Holland slepen. 2 jaar lang, kunnen we gerust zeggen, was er onafgebroken gewerkt aan prikkeldraad. En niet te vergeefs. Prikkeldraad is verschenen. Ik stel me voor dat wanneer ik eenmaal als grootvader op gebloemde winterpantoffels aan de haard gezeten zal zijn, met op iedere knie een kleinzoon, dat ik dan weer terug zou kunnen grijpen naar prikkeldraad. En hun kunnen vertellen uit de tijd van het vieze groene en bruine uniformjasje met de rode driehoek. Maar toen wij terugkwamen, dan waren wij een soort NSB'ers, dat weet u ook wel. Toen werd er misschien van meer jongens gehoord. Toen wij terugkwamen, toen kwamen wij in Eindhoven waar dat was. En toen werden we helemaal niet gewild, want wij, ze moesten ons niet. Dat hadden die, hoe noem je die ook weer, die andere gasten. Weet je wel, die dan, het verzet had zich daar tegen verzet. Dus wij waren, we mochten nergens in. Huh? En we moesten maar in de kazerne opgesloten worden. He, dat hebben wij. Wij werden meer als landvaarders gezien. En dat is heel terug geweest voor een hoop mensen. Want ze zeiden in, nou ja, waar we zaten, dit zijn allemaal fascisten. En toen hebben we onze riem afgedaan en toen zijn we als vechter gegaan. Verschrikkelijk. Er is gevochten uit het leven. En het waren Hollanders tegen Hollanders. In Breda, in de kazerne, hebben we het even moeilijk gehad. Want we werden door de Nederlandse militairen daar niet aangekeken. Omdat wij krijgsgevangenen waren geweest. En dat hadden we nooit moeten doen. Dat was kennelijk hun stelling. Nederlanders die vrijwillig naar Duitsland zijn gegaan als gevangenen. En die niet zijn ondergeduiken. Daar hadden een hele hoop Nederlanders hadden daar geen respect meer voor. Er kwam er een vliegtuig in naar beneden. En dat landde daar vlak bij ons. En wie stapte eruit? Prins Bernhard. En die liep dus van het terrein waar hij
uitgestapt was. Hij zat alleen achter het stuur, een klein vliegtuigje. En die liep dus dwars over dat weiland waar wij dan zaten. En we schoten hem aan. Hij liep gewoon door, maar hij luisterde wel. Hij zegt, zijn ze nou hier helemaal gek geworden? Meer zei hij niet, hij liep erdoor. Ja, dat is een treurige terugkomst, hoor. Hè? Dat vergeet je nooit. En misschien meer mensen. En ik heb wel zeggen, de mensen hier ook. Tuurlijk hebben ze gelijk, hebben ook open lenden. Maar dat als soldaat, hè, dat je 2 jaar staat. En 2 jaar gevangen is, 4 jaar van je leven. En dan moet je nog vechten voor je zakgeld ook. Daar hebben ze, nou, geloof ik, nog 40 jaar. Met een hoop drukte in de kamer. Hebben ze dat van elkaar gekregen. Schande, na 40 jaar. De strijd die in een kamp heeft plaatsgevonden, die in Duitsland heeft plaatsgevonden. Dat je moest vechten voor je principe. Dat je de nodige wilskracht en de moed moest hebben om tegen de boffen te zeggen, ik werk niet voor jullie, ik doe het niet, ten koste van slecht eten en niks krijgen en niks ontvangen. Dat was een hele strijd, hoor. Er zijn wel eens mensen geweest die zeiden, zou ik wel een hand geven? Dan zeg ik, nou ja, dat moet jij weten. Dat is ook gebeurd, maar ook niet zo verschrikkelijk veel. Maar het is wel gebeurd, hoor, ja. Dat de mensen zeiden, zou ik je wel een hand geven? Dat ik zei, nou, dat moet je zelf weten. Dat je dan ook geen hand kreeg, hoor. Met respect voor de mensen die echt in het verzet gezeten hebben. Dat wil ik wel zeggen. Degene van Vrij Nederland en zo. Daar heb ik respect voor, natuurlijk. Maar heel wat die zeggen dan, in mijn illegaliteit heb ik dit of dat gedaan. Nou, degene die het geweten hebben, die zeggen, hij was zo bang als wat, of hij was zwarthandelaar in kolen. Het was meer naam dan daad. Plus dat het gevaar was dat dan je broer meegenomen werd, of je vader of je zus, die werd onder andere genomen. Ja, weet jij veel? Dat waren dan wel de angsten die je dan misschien had om te zeggen, nou, dat doe ik niet. En dat ga ik niet. Dat was eigenlijk de angst die je had toen je je ging melden. En dat zal dan een stomme streek geweest zijn. Dat zal wel kennen. Maar ik zie dat nog niet zo als een erg stomme streek. Ik wist niet beter en ik kon niet anders. Ik wist niet anders. En ik durfde niet anders. Gauw klaar. Een nichtje van mij, ook het verzet gezeten. Maar dat is de enige van Espen die tegen mij zegt, potverdomme Otto, hoe heb je dat gedurfd? Zou je zo dood kunnen schieten? Hoe heb je dat gedurfd? Potverdamme, je hebt veel meer meegemaakt dan ik. We kregen nog een medaille van de krijgsgevangenen. En die moest ik halen in Doorn. En dat ding kostte 140 gulden. Toen hebben we eens een keer gesproken, moet dat naar 140? Nou, toen moesten we dan maar 70 betalen. Ik geef je maar een voorbeeld. Hè? Ik geef je een voorbeeld. Ik heb ze ook nooit op. En zelfs zweeg je er liever over. Wat? Heb jij je gemeld? Er stonden de helden. Ja, die konden onderduiken. Omdat zijn familie of wat dan ook hadden ergens in het platteland. Heb jij je geweld? Ja. Je ging er wel schamen wel. En nog gebeurt het niet. Want ik lees nog steeds in de krant dat sommige mensen, hè, terugkomen en een slechte behandeling krijgen met hun salaris of vrouw en kinderen. Dat is een vrouw geworden. Ja, die heeft 2 jaar op me gewacht. Weet je, die had er wel vertrouwen in dat ook terug zou komen. Want ze zeiden allemaal, Jan komt niet meer terug. Dat overleeft hij niet. Nee, ik zat in Leipzig, werd elke dag wel 3 keer gebombardeerd. Dat heb ik van alle hoeken in brand zien staan. Nou, mijn Jantje is teruggekomen. Ja. Ja. Ze is een paar maanden geleden overleden. Ja. Jammer, maar ja, zo is het leven. Er zijn mensen die blijven droog hameren. Maar wij nooit. Ik heb het nooit verteld. Ze heeft nou ook een hoop gehoord. Want ik heb het nooit met haar erover. Ja, ze ziet het eten, zei, kijk, dat hadden ze in het kamp ook. Het is een lekker stukje vlees. Maar dat is niet waar. Dat is een leugen. Je wilt het ook over het algemeen nooit meer erover hebben. Dat is ook begrijpelijk. Hè? Dat moet helemaal weg bij je. Hè? Dat is niet goed als je ouder wordt. Ik denk dat ik er natuurlijk van de zon. Nee. Maar is het ook een manier om jezelf een beetje te beschermen? Denk het. Denk het wel. Stel dat je wel al die beelden terughaalt. Die haal je wel terug als je dat wil. Maar dat doen we niet.
ga ik aan iets anders praktiseren. Aan je werk of zo. En dan ben je kwijt. Nog niet zo lang geleden, vorige week gebeurde of zo. Er staat hier aan de overkant staat er een man en een vrouw. Die hebben de grootste ruzie. En die staan op de straat, staan ze elkaar verrot te schelden. En die staan, die denken, wat verdomme. En die, wat verdomme, dit en dat. En waar ben je mee bezig? En zo de mieten. En dan gaat een kwartier, 20 minuten. Ik ben hier achter die boom gestaan. En toen heb ik gedacht bij mij, als jij ze durft te slaan, jongeman, dan kom ik achter elkaar naar je toe. En waar dacht ik toen aan? Aan die luitenant die toen die die slagen uit stond te delen, waar wij met z'n honderden omheen stonden en niks deden. En toen dacht ik, maar dat zal mij niet meer gebeuren, jongeman. Want ik sla je bovenop, ben je nog zo groot, ik sla je boven je bak. Toen komt er zomaar ineens zo'n gedachte bij je op. Dat is 14 dagen geleden gebeurd. Als je een hond ziet die goed eten krijgt, hè? Dat zijn wel eens van die momenten. En water, denk je, potverdomme, die heeft het beter als ik toen. Dat idee heb je wel eens, hè? Je moet het toch verwerken. En dat is heel wat, hoor. Dat is heel wat. Ja. Dan zie je dat beeld weer voor je. Weet je wel? Dan zie je dat beeld voor wat ze met je gedaan hebben. Rij dieseltrein, rij met mij naar Holland terug. Dan zijn we vrij en blij. Zonder prikkeldraad is Odes Martel weer voorbij. Rij dieseltrein, rij met mij. Prikkeldraad zien we om ons heen. Je was soldaat, daarom nam je niet de benen. Daarom zitten wij nu hier, niet voor ons plezier. Weg met het prikkeldraad, een beter leven staat voor mij. Rij, dieseltrein, rij, dieseltrein, rij.